Genade. Los. Oké, genade. Dus? Genade. Waarom ben je met mij? Omdat je een heel lekker meisje bent met heel lekker bloed. En een hele lekkere spuug. Wil jij misschien dat ik jouw lekkere meisje word? Van zijn vrouw hoort dat hij zelfs een keer de poep heeft opgegeten. Godverdomme. Wat hebben bloed en poep in godsnaam met liefde te maken? Of liever gezegd, door het bos te bomen. Weet jouw vriendin eigenlijk dat je er spullen verstopt? Voordat jij weer een ongeschoren meisje gaat scoren? Zo. Daar hebben we dan eindelijk je Venusheuvel. Drinken. Wil je me kussen? In het kuiltje van mijn hals, hier. In
in dit kuiltje. Zo, viezerik. Je dacht dat ik kutje zei, hè, Mohammed? Zo heet ik niet. Vind je het wel geil als ik kutje zeg? Van melk, van gender. Wat zeg je? Ik zag je ogen, die zijn net een engel in de hemel. Oh, dit hoeft niet hoor. Mag niet. Ik hou niet van naspel. Ja, dit, wat je nu doet. Aan elkaar zitten als je al bent klaargekomen. Vinden vrouwen toch fijn? Nee, niet alle vrouwen. Echte vrouwen vinden echte mannen fijn. Het is ook veel mannelijker om meteen na de daad in slaap te vallen, zoals leeuwen. Maar Algerijnen, we zijn geen beesten. De beste minnaars, dat zijn Noord-Afrikanen. We doen er ook niet zo lang over. Je hebt er geen lipstick op, hè? Schiet op, ik moet ook. Ga maar naar boven. Het is te koud. Die komen er allemaal. Iedereen. Gadverdamme, stank. Ja, het is
zei ik toch. Gijs. Ja? Heb je het nog niet uitgemaakt? Eerst uitmaken, dan een feest geven, zeker? Ja, is de feest geven zeker en dan uitmaken? Is het soms de seks of zo? Nee. Kleed je een beetje. Natuurlijk, hemel. Onbewolkt als altijd. En dit is Emma? Daar, Emma. Anton. Gezellig. Is mijn vriendin, hoor. Ja, natuurlijk. En ben je nog steeds gelukkig met je nieuwe aanwinst? True beauty is a joy forever. Klopt. Maar ja, ik heb zelfs een beetje medelijden met de oude eigenaar. Medelijden duurt slechts 3 weken. En het is keut. Het is keut, inderdaad. Hey, Paul. Hoi. Hey, Thomas. Hoi. Jullie kennen Hemel, mijn dochter? Als jij uit de lucht valt, hebben we allemaal een blauw hond. Ja, dus leuk. Emma, mijn vriendin. Nou, ex-vriendin. Ik wou het nog even voor onszelf houden. Ja, daar is Gijs heel goed in. Excuseer ons even. Het is nog heel pril. Hey, mijn dochter van Gijs. Wat was het ook alweer? Elf? Vrede? Koud. Zon? Regen? Nee, nee, niet voorzeggen. Ik kom nog. Maar hoe wist je het dan? Zoiets weet je toch niet zomaar? Gewoon. Was het de seks of zo? Seks is echt niet zo belangrijk, hoor. Sinds wanneer? Heeft hij een ander? Nee. Zo is die niet. Echt, ik weet het liever wel. Ja, maar echt. Hij heeft er geen twee tegelijk.
Wij blijven elkaar toch wel zien. Weet je wat Gijs zegt? Dat elke verhouding het van tevoren al in zich heeft hoe lang die gaat duren. Dat je daar geen invloed op hebt. Weet je wat het met jou is? Jij geeft zo weinig terug. Mag ik dit aanzetten? Ja, tuurlijk. In het stof te bijten voor wat ik heb gedaan. Nee, ik kan niet redden als jij me niet vergeet. Want wil je wel geloven, je bent alles waar ik voor leef. Met jou wil ik vallen en opstaan voor altijd. Kom eens, Jimmy. Nee, ik wil je wil je me alsjeblieft vergeven deze keer? Want niets. Mij. Ja, op welk nummer is het ook weer? Oké, tot zo.
gefeliciteerd. Welkom in de wonderenwereld van de volwassenen. Hoe ben je? Ik ben mijn cadeau vergeten. Hé jongens, mijn zus. Dit is mijn zus. Ik wist niet dat je een zus had. Ik heb een zus. Stiefzus hoor. Ex-stiefzus. We zijn niet echt familie hoor. Je stelt zich een beetje aan. Ben jij zijn vriendin? Ja, Annabella. Hoi. Ik ben Hemel. Tuin, is er nog meer witte wijn? Daar geloof jij toch in? Waar God woont. Wat? Je bent ook christelijk, hè? Mm-hmm. Is het eigenlijk wel gezond? Om geen seks te hebben voor het huwelijk? Nou, we krijgen in elk geval geen SOA. Ik bedoel eigenlijk al die lust die je onderdrukt. Als mens. Zo heeft God het toch niet bedoeld? Verspilling, dat is toch een zonde? Als je het nog nooit gedaan hebt, weet je ook niet wat je mist. Zal ik eens vertellen wat je allemaal mist? Annabelle. Teun heeft nog nooit iets over jou gezegd. Mijn vader die had een verhouding met zijn moeder toen wij jong waren. En nu denkt hij dat hij mijn broer is. Heb je het echt nog nooit gedaan? Ook niet met een oom of met een dominee of zo. Daar zijn gereformeerden toch heel goed in? Ik ben niet gereformeerd. Nee. Glas. Ah. Hoef je niet uit de fles te drinken. Ik ben nu meerderjarig, hè, Teun? En je libido is haast over zijn hoogtepunt heen. Volgens mij moet je aan seks doen. Nou, wij hebben geen haast. Het is geen bus die je moet halen. Ik had net een SM-figuur. Wurgseks. Zo. Echt doodvermoeiend. Heel bizar ook. Nou ja, je zou daar maar op je huwelijksnacht achter komen. Dat is mooi te laat. Hè? Dan heb je zeg maar de bus gemist. Oh, SM, hoezo? SM. Ja, SM. Het slaan. Heeft hij geslagen? Ja. Maar ik heb ook geslagen. Hemel, gaat hij wel goed met je? Hé. Hey. Oh, ik snap het ineens, volgens mij. Het is natuurlijk allemaal veel spannender, hè? Als het eigenlijk niet mag. Als je gereformeerd bent. Teun zit natuurlijk stiekem in je slipje, hè? Met zijn vingers tussen je natte schaamlipjes. Annabelle.
is out. All done. Selling. To the room. Thank you, sir. Well done. May I have your battle number, please? Thank you. All right, the next lot is number 232, and we can start at 2,000. 2,000. Sorry, sir. Do you want a bid? No. I just wanted to say hello. Sorry, my mistake. My senior, ladies and gentlemen, head of the Impressionist and Modern Art Department, and he's just testing me on my first auction. I hope I pass the test. Well, sorry for the delay. Number 232. We'll continue, starting at... Hoi. Hoe lang heb je nog nodig? Nee, ik ben niet bijna klaar. Ik heb nog heel veel werk. Dat wist je. Het is een natuurtalent. Ze wint iedereen om de vinger. Of een goede leermeester. Ik heb meegeboden. Wat, echt? Ik kon de verleiding niet weerstaan. Ja, dat kennen we. Hey. Daarom. Ja. Leuk je te zien. Een château la tour. Ja. 1988. Gijs, dat meen je niet. Iets te vieren? Blije cliënt. Met dank aan je vrouw. Zonder haar ben ik nergens. Ik ook niet. Heren, ik ontken niks. Brechtje heeft de hele deal voorgemasseerd. Daar ook wel mee ophalen. Ik ga het vieren. Ga ik ook doen. Oh. Oké. Okay. Leuk je te zien. Ja. Tot kijken. Kom. Dank je. Pas voor me. Assis. Jij maakt mij mens. Hardop klinkt het niet. Kun je ook een andere keer... Het is een andere keer. Ja. Het is wel haar verjaardag, hè? Die drinkt gewoon wat voor het eten bij je weg, toch? Ja. Wat? Ze zal je vast haar nieuwe moeder noemen. Hoezo? Wacht maar af. Is dat pijnlijk? Pijnlijk voor haar? Nee, zo is ze gewoon. Ook niet pijnlijk voor mij. Haar moeder was niet mijn echt grote liefde. Ik wilde ook geen kinderen. Maar is hemel dan een ongelukje? Groot geluk bij een klein ongelukje, achteraf. Maar voor haar is het natuurlijk wel anders, hè? Ik bedoel, het is wel haar moeder. Ze weet het niet. Wat? Wie de moeder is niet? Nee, dat het zelfmoord was. Oh, weet ze dat niet? Nee. Hé, hey, lieverd, gefeliciteerd. Verrassing. Dag, lieverd. Sophie. We zijn met z'n drie. Het ruimt. Champagne. We hebben iets te vieren. Jouw vader heeft vandaag een grote klant binnengehaald. Sophie is geslaagd voor de proef van veilingmeester. Leuk. Was die voor mij? Hebben jullie net eerst seks gehad? Ben je daarom te laat? Ja. Goedendag, champagne.
mijn nieuwe moeder dan maar. Ja. Hemel is de leukste thuis. Dacht jij het was? Het was toch wel bevredigend, hè, net? Met zijn vorige vriendin heeft hij het uitgemaakt vanwege de slechte seks. Ik dacht dat je blij zou zijn voor ons. Ons als in ons of ons als in jou? Ons als in mij en Sophie. Zijn vorige vriendin had hij ook van zijn werk. Die speelde altijd viool, weet je dat nog? Bedoelt Emma. En die daarvoor was een klant. Of nee, wacht. De dochter van een klant. Was een jaar ouder dan ik. Grappig, hè? Ja. Sophie weet alles al van mij. Nou, dat hoop ik niet. Ik ben een beetje misselijk. Hemel, not amusing. Het komt toch goed. Hij lijkt op de moeder. Dat zie ik niet. Zullen wij dan maar beginnen? Waarmee? Met investeren in elkaar. Je lijkt op mij, toch?
Zoveel mogelijk raakvlakken zoeken. Ik wil in je wonen. Ja. Kom maar. Nee, laat maar naar buiten gaan. Nee. Straks is het te laat. Voel je nog steeds in me. Pas wel supergoed, hè? Van alle mannen die ik heb gehad, past die van jou het allerbest. Zijn er best veel. Geeft niet. Wil je weten hoeveel? Nee. Hoeveel heb jij er gehad? Twee. Drie. Tweemaal. Nee, dat kan niet. Ja. Iedereen wil jou. Jij kan iedereen krijgen. Mag die 2,5 eigenlijk met of zonder mij? Zonder? Met of zonder je vrouw? Moet dat nou? Naam? Is dat eigenlijk niet heel saai? Altijd seks hebben met dezelfde vrouw? Nee. De jaren nooit verliefd geworden op iemand anders. Jawel. Maar nooit vreemd gegaan? Nee. Waarom niet? Ik vond het niet waard. Wat? Nou, het vertrouwen dat je schaadt, het verdriet dat je iemand doet. Vond ik het niet waard. Kijk, je hebt er wel veel over te zeggen. Maar niet allemaal. Dit is mijn hemel. Ja, ik zeg nou, het lijkt wel herfst. Ja, nee, nee, zo heet ze. Hemel? Ja. Ik ben dit jaar veel te nat. ze heeft Tourette. Wat? Kut! Sorry. Ik kan er niks aan doen. Het is een ziekte. Het is een milde variant, gelukkig. Neuken! Sorry. Pijpen! Nou. Oh. Sorry. Nou, we zullen maar hopen dat het niet besmettelijk is, hè? Nee, ja, dat hoop ik ook. Klootzak! Sterkte ja, eruit! Okay.
Hij zegt dat ik overgevoelig ben. Onzin. Je voelt of je voelt niet, hè? Zie je nou wel? Hè? Ik wil je open scheuren en uit elkaar halen en dan kijken wat er binnen in je zit. Je vindt je eigen wijsheid wel, hè? Ja, maar ik wil alles weten wat jij weet, precies zoals jij. Je weet dat dit niet kan duren, hè? Claro que sí, no falla. De noche a tu persona, ¿quién la revela? ¿Quién la revela? De noche a tu persona, ¿quién la revela? Ja, bedankt. Dit wou ik aan. Ik ga mijn lippen laten opspuiten. Je lippen laten opspuiten, hoor. Hou er mannen van. Niet alle mannen. Wel? Nee. Jij anders wel. Als een man jou zo niet goed vindt, hè, dan is hij niet geschikt voor jou. Jij bent goed zo, en zeker je lippen.
Niemand is goed zoals hij is. Is het daarom uit met je vriend? Ze zijn veel te dun. Moet je het voelen. Ben ik even blij dat je van hem af bent. Wil je weten wat het kost? Nee. Je krijgt geen cent. Iedereen doet het hoor. Weet je nou echt... Wil je soms dat je dochter een oude vrijster wordt? Liever een oude vrijster dan een Barbiepop. Blote lichaam zoals je geboren wordt. De onvolmaaktheid ervan, de kwetsbaarheid, dat is schoonheid. Als jij je lichaam laat verbouwen, blijft er niks privés meer over. Dan maak je het openbaar. For you, sir. And for your lovely wife. It's not my wife. Thank you. I'm sorry, sir. I didn't mean to. It's my daughter. Of course, sir. Je wordt oud. I'm very sorry, miss. I want chicken, daddy. Can I have a chicken? I want chicken with applesauce and ice cream. Daddy, I want ice cream. Als je maar eet. The three-course menu for us both, please. Excellent, señor. Lekkere limonade. Je zet me wel voor schut. Je stelt mij wel teleur. Waarom heb ik jou zo weinig gezien de laatste tijd? Waarom heb ik jou zo weinig gezien de laatste tijd? Die man met wie je een verhouding had. Wie is dat? Alsof jij zoveel zegt over jouw verhouding. Of wist dat weer uit? Mocht ik daarom mee? Ik ga samenwonen. Met Sophie. Is dit een blijvertje dan? Ik heb al het idee, ja. Waar? In ons huis. Ons als in jou en mijn of ons als in jullie? Ons als in mijn huis. Je hebt jouw huis. Je houdt je kamer. Waarom? Daarom. Waarom ga jij samen wonen? Je hebt nooit samen gewoond. Por favor, sus entradas. Buen provecho, señor. Waarom hou je van haar? Ik heb het idee dat ik niets hoef te verbergen. Voor het eerst eigenlijk. Is dat liefde? Voor mij is liefde dat je alles wil weten wat die ander weet. Dat je er van binnen precies hetzelfde uitziet.
Ik vind de verschillen juist interessant. Ik sprong vanmiddag een man van het dak af. Hé? Waar? In de stad. Wanneer? Vanmiddag. En waar was je? Op een dak in de stad. Stond een jongen op de rand. Die liet zich van het dak afvallen en toen was hij dood. En dat zag je gewoon gebeuren? Ja, wat had ik dan moeten doen? Naar achteraan moeten springen. Ik vind het wel een... Wacht even. Berichtje. Ja? Thank you.
Hij is net weg. Nog van mijn verjaardag. Of is het er te vroeg voor? Het is gewoon een thee. Zonder smaakje. Wil je er iets in? Dat heb je van je vader. Je lijkt zo op hem. Ik lijk op niemand. Tot je een jaar of drie was, nam hij je elke dag mee naar zijn werk. Herinner jij je daar iets van? Er stond een bedje en een box in zijn werkkamer. En in het begin een luieremmer. Die vond hij niet stinken, als enige. Er was één keer wat van gezegd. Hij dreigde meteen met ontslag nemen. Hij gokte erop dat ze hem toch niet missen konden. Ik weet nog goed dat je een keer een verkleedpartij had gehad in groep 1. Die juf had je opgemaakt. En hij werd ontzettend kwaad. En hij boende er alles meteen weer af. Ja, gillen natuurlijk. Ruzies dat jullie hadden toen je klein was. Hij schrok denk ik wel. Thank you.